Hallo, mijn naam is Rick en ik wil jullie graag vandaag laten zien hoe wij dikke vlok en andere dikke folies gaan snijden op deze Summa Cut Plotter. Het belangrijkste is als volgt dat we gaan wisselen van gereedschap. Bij standaard folies gebruiken wij een dreknaaifolder in combinatie met de 35 graden mes. In dit geval gaan wij voor een sandblast dreknaaifolder in combinatie met een 55 graden mes. Let wel op, wanneer u het mes in de houder stopt, dat het mes niet verder dan 2 à 3 mm uit de houder steekt. Als het te ver uit de houder steekt, gaat het mes zijn eigen weg zoeken. Let op, wanneer je van het mes gaat veranderen, is het belangrijk dat we ook de offset gaan veranderen. Voor een mes van 55 graden gebruiken wij een offset van 0,94. Ook de snelheid passen wij aan, want hoe dikker de folie, hoe meer weerstand bij het snijden. In dit geval gaan wij naar een snelheid van 250 mm per seconde. Bij een dikkere folie gaan we ook met iets meer mesdruk snijden. Hoe dikker de folie, hoe meer mesdruk, hoe meer weerstand. In dit geval zet ik hem op 120 gram. Wij zijn bijna klaar met het instellen van onze plotter. Wij moeten alleen nog zorgen dat deze twee keer gaat snijden over één lijn. Dit doen wij als volgt. Systeeminstellingen. Panelen. Zet panelen op aan. Zet dit iets groter dan het te plotten bestand. Zet recut op 1. De plotter is nu ingesteld. Wij gaan nu het bestand doorsturen via Windplot. Dat is gratis te downloaden op www.summa.be. Zoals u ziet heb ik hier Windplot geopend met een bestandje. We drukken op Send to Cutter en Send to Cutter. Zoals je ziet is het mooi geplot. Wil je de benodigde producten in huis halen? Check dan www.meges.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.